Billie Eilish en Everything I Wanted. Onze nieuwe Hymn of the Week van deze allereerste Hymn voor de Weekend op de radio. Lekker nummer hoor. Zeker. Ik vind het vet. We gaan even naar andere muziek. We gaan het hebben over een zangeres die het afgelopen jaar eigenlijk flink bekend is geworden bij het grote publiek in Nederland. Namelijk Floor Jansen. Ze is al even actief, sinds 95 al. Maar sinds 2012 is ze de frontvrouw van de Finse band Nightwish en is ze wereldwijd helemaal bekend. Even voor wie Nightwish niks zegt. Het is de grootste female-fronted metal band ter wereld. Ze trekken over de hele wereld volle stadions. En hebben meer dan 10 miljoen albums verkocht. En toch moest het programma Beste Zangers eraan te pas komen om haar ook in Nederland een beetje bekend te maken. Bizar eigenlijk, toch? Heel gek. Ja, maar het werkt. Ja, het heeft inderdaad wel zijn vrucht afgeworpen. Inderdaad. Ja. Het jaar ervoor, Davina Michel. Nou, wie kent er niet inmiddels? Ja, het is echt niet normaal. Precies. Leuk. Ze is momenteel naar aanleiding van het programma ook bezig met een clubtour in Nederland, een solotour. Die heeft ze vorige week donderdag afgetrapt in het Nijmeegse Don Roosje. En ik was daarbij, maar ik was niet alleen. Ik was daar samen met mijn zusje, Mandy. Mandy, goedenavond. Hoi. Hi. Wat was het goed, hè, die Floor? Ja, het was echt een heel mooi concert, ja. Ja. Yeah. En jij bent in principe niet echt het type dat over het algemeen houdt van de muziek die Floor normaal gesproken maakt, met Nightwish en zo. Waarom wilde je wel graag naar dit concert toe? Ja, ik ken daar natuurlijk wel van mijn Nightwish. Ja. Maar toen ik haar bij de Beste Zangers had gezien op tv, vond ik haar wel echt heel goed. Dus toen dacht ik van ja, daar wil ik eigenlijk wel naartoe. En is het dan echt de muziek of hoe ze overkomt, haar persoonlijkheid? Of alles? Ja, eigenlijk allebei wel, maar vooral de muziek ook wel, ja. Ja, precies. Kun je kort omschrijven hoe de show eruit zag in Don Roosje, hoe het overkwam? Ja, ze zong eigenlijk veel verschillende muziek. Mm-hmm. Van de Beste Zangers zong ze veel nummers. En ook van Nightwish een aantal nummers. En ze had ook samen soms een liedje met haar zus. Ja. En Henk Poort was ook nog van de Beste Zangers. De operaster. Ja, klopt, ja. Ja. En die zongen samen nog twee nummers. En Henk zong zelf ook nog eentje alleen. Mm-hmm. Hey, nou heb je natuurlijk wel vaker muziek van Nightwish ook gehoord. Natuurlijk ook een klein beetje door mij vroeger. Ja. Heeft het concert van Floor er nou dan voor gezorgd dat jij misschien zelf ook vaker naar Nightwish gaat luisteren? Ja, misschien wel, ja. Ja, ik vind dat wel echt een goede zangeres. Nightwish is natuurlijk ook een goede band. Oh, dat vind je wel? Ja, tuurlijk. Maar wat voor muziek luister je normaal gesproken eigenlijk dan? Normaal gesproken meer bands zoals Green Day, en Volbeat, Disturbed. Wel een beetje steviger dus. Ja, wel een beetje, ja. Oké. Nou, voor de liefhebbers, Nightwish die brengt op 10 april een nieuw album uit onder de naam Human Nature. En op 23 en 24 november staat Floor samen met Nightwish in de Ziggo Dome. Maar die zijn beide al helemaal uitverkocht, helaas. Om af te sluiten, Mandy, gaan we natuurlijk een nummer van Floor draaien. Heb jij suggesties? Ik vind Shallow eigenlijk wel mooi. De cover van Lady Gaga. Ja, klopt. Gaan we doen. Dankjewel, Mandy. Fijne avond. Fijne avond. Doeg. So drink from me, let me show you. We're on a sail so high, so high. Let me shoot across the sea.